Hallo beste kijkers van Fantasy Gamer. We zijn weer bij een nieuwe aflevering van Survival Alone. Zoals jullie het kunnen zien is mijn huis al flink opgeschoten. Ik moet alleen nog een keertje wanneer het dag is. Moet ik even hier gaan klussen, want ja, is dat nog een creeper? Ja, dat is ook weer best creeper, wow. Ik vergeet af, ik moet er denk ik een luik gaan plaatsen. Kijk, heb ik een boog? Ik heb een boog, maar ik heb geen. Voorzichtig hier omhoog. Kijk, wat hebben we hier? Nog niks ergs. Ik zie daar mijn cactus aan de voorkant. Boom aan de zijkant. Dus niet echt heel veel verland. Heb ik trouwens eten of zo? Heb ik eten? We gaan lekker wat gaan eten? Lam. We gaan lam. Ja, lam. Blam. Wat zeg ik, blam? Oh, leuk. We gaan even lekker rusten. Ik ben van plan mijn huisje, denk ik, deze aflevering wat meer uit te gaan breien. Daarvoor moeten we, als het dag is, heel veel gaan graven. Ik wil deze deur, wil ik denk ik hier hebben. Maar dan moet ik even kijken. Want heel misschien ga ik een uitbreiding doen. Naar achteren, dan ga ik een zijgebouw doen, denk ik. Moet ik alleen even gaan kijken wat ik precies ga doen. Laten we eens even gaan kijken. Ik heb mijn laptop wat dichter bij me. Is de creeper van daarnet er nog? Zo. Ja, die is er nog. We gaan even kijken of mijn lam al klaar is. Ik heb al honger. Ik heb nu ook niet echt eigenlijk honger. Jee, lams. De lam. Ja, lams. Lams. Mijn lam is klaar. Ik wil trouwens ook wel een huis. Ik bedoel, huis. Ik wil. Ding gaan beginnen. Ik moet gewoon vanuit van hoe groot kan ik mijn huis doen. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? Ik bedoel, qua gebouw. Misschien kan ik dat op een bordje zetten. Even kijken. Wat hebben we nog? Keuken. Dat is wel handig. Badkamer. Badkamer. Heb ik daar eigenlijk wat aan op Minecraft? Wacht. Opslag. Slaapkamer. Wat hebben we nog meer nog? Hal. Dit is een hal. Dit kan even zoals waar we nu staan laten een hal worden. Maar moet ik eigenlijk even kijken. We hebben wel zand, maar ik ga het alvast maken. We kunnen maar twee keer mee. Ik heb hier een schep. Gewoon de rest even in de kist zetten. Voordat ik dood ga. Ik moet even kijken, want er zit hier een hoogteverschil. Dus ik kan kiezen om dat land hier achter het groot gaan. Tenminste, ik moet echt een keer gaan minen. Ik moet gewoon echt gaan minen. Want ja, wat ga ik anders doen? Ik ga even naar Remcor. Kijken. Dit daar. Wol. Kan hier. Ik doe het eigenlijk gewoon een beetje op kleur. vandaan heb ik hoor. Kunnen we dingen van maken. Ik ga ook even hier neerzetten. Laddertje. Fakkels, ik ga even hier zetten. Deze gaan we hier zetten. Deze gaan we
daar zetten. Gewoon even kijken. Dan gaan we deze even pakken, want dan kan ik even die bomen daar gaan zetten. Zand zetten we ook even daar neer, omdat we anders. Ja, anders hebben we, blijven we dat houden en hebben we echt weinig. Naamtag natuurlijk bewaren. Dat is zeldzaam, heb ik gehoord. Spinnenoog ook. Voor later eventueel. Zo. Oké, we hebben ons dus, spulletjes voor nu hebben we alles bij ons. Het is steeds donker, dus ik ga even denk ik naar beneden. Eerst even het eten. Ja, de andere bewaren. Dan gaan we naar beneden. Wee! Ik ga even hier wat meer focus plaatsen. Het is hier zo... Hier kan ik eigenlijk even de opslag doen, eventueel. Ik kan niet eens een grote opslag gaan doen. Ik ga proberen gewoon klein te houden, maar oké. Je weet me nooit. Ik ga eventjes hier vast een trap maken, want ja. Gewoon een trap. Gewoon, ik heb toch nog twee treden over, dus ja. Gaan we deze pakken. Dan ga je vast, ja. Oh. Ja, het is even gewoon een klein dingetje. Het is gewoon dat het op mooi staat. Nog 21 voids. Even kijken, dan gaan we hier, zei ik. Oh ja. Pakken we dit weer. Gaan we even dit weghalen. Ik heb eigenlijk echt niet echt een idee van waar, welk level welk level nou die goud ligt. Dat heb ik nog, want ik heb een klimschip nog. Als ik die niet op tijd heb en er komt een griever langs, dan ga ik echt een potje janken hoor, zoals het met hem aangaat. Dan ga ik echt een potje de salsa doen, eventueel. Ja, ik weet niet of er iemand is. Tenminste, als ik mijn knopjes in ga drukken, dan krijg ik of geluid harder of zo. Die knopjes bij mij staan niet juist vroeger. Ik ga gewoon minen. Dit en dat. En hopelijk komt op een gegeven moment tegen. Trouwens, ik zoek misschien eventjes gewoon een keertje. Iemand die weet waar goud kan liggen. Ja, of iemand die iets me kan zeggen. Want weet iemand misschien een manier waarop ik wel gewoon zonder die knop gewoon wel het level kan ontdekken? Bijvoorbeeld hoeveel blokken moet ik omlaag of bestaat er een van de kaart of zo voor? Alsjeblieft, laat me weten, want ik heb het gewoon echt hartstikke nodig. En dan zie ik, ja, ik wil gewoon gaan eigenlijk af, maar we gaan nog niet. Wat ik eigenlijk al vaak. Als we nu TNT in deze wereld plaatsen, was het dan eigenlijk damage? Volgens mij eigenlijk niet. Ik weet niet. Het geeft volgens mij damage aan andere dingen. Maar even kijken. Het is een beetje vreemd. Doodgaan. Ik wil even wat verzinnen voor. Ah, wacht. Kunnen we trouwens blokken op de kaktussen plaatsen? Dat vraag ik me eigenlijk af. Nee, ik wil op de kaktussen hebben. Oh, dat kan wel. Nou, dan gaan we dat even doen. Dan kan ik vast een beetje mijn muur gaan improviseren. Wacht, ik zie daar wel wat. We gaan gewoon erop af. Wat ik me nu eigenlijk afvraag. Waar moet ik... Dan zo heen. Maar we hadden even dit weg. Ik zie geen monsters. Dus graven maar. Even achter hem kijken. Oh, nog maar 9 voids. Kijk, als het nou lekt, dan heb ik altijd wel dat hij helemaal schuin gaat graven en zo. Dan heb je echt maar in één keer het idee van wat de heck. Deze even daar. Weer even omheen kijken ter controle, want ik wil dadelijk niet dat ik verrast word. Net als toen met die aflevering dat er in één keer een creeper achter me stond. Dat is echt hoogst irritant. Het ding is kapot. Ik kan het wel gewoon graven, gelukkig.
Nou, oké. Okay. Het was mij donker. Kom op. De blokkast is irritant genoeg bezig met lekken. Kijk, ik heb er weer. Kijken. We gaan maar snel terug. In hoe kom ik het trouwens in? Moet ik even cactus langs lopen? Nog 2 voids. Nee, sorry, 3 voids. Zo. Even cactussen bespaard. Voor de inkel. Wow. Misschien om daar even een trap te plaatsen of zo. Het is mijn idee, maar oké. Okay. Zo. Kijk, nu kunnen we gelijk veel meer maken. Oh, 2 voids nog. Hey, void. Ja! Property. Sorry, dat moet ik echt nooit meer. Dan gaan ze dus stelletjes zien. Dat betekent dat onze kist hebben ontvangen. Dus ja. Oh, dat is die al. Oh, we hebben geen stelletjes gezien. Laat het je hand van zijn laatste hand zijn net is. Oh! Diamant helmen bescherming 2. Bingo. Dat is echt fijn, want ze zeggen dat ik deze spanners kan krijgen, maar dat heb ik volgens mij nog nooit gehad. Ik pas echt die pas bij mijn hand. Maar oké, okay, ja. Even wat tussen doen. Had ik bij je al gesloten? Nee, nog niet. En dan ga ik vast die dingen maken, die zandsteen. Om zo meteen, ja. Wat zou ik eigenlijk eerst doen? Zal ik mijn huisje eerst wel afmaken? Of zal ik eerst even. Alvast een grondje gaan maken van waar ik. Ik heb eigenlijk echt geen idee. Maak eerst gewoon meer blokken. Kijken, zo. Hier weer. En de laatste. Oh, wacht, we hebben nog één. Dat is bij elkaar 11. Oh, dat is echt even nieuws. Dat vind ik hoor. Dat vind ik hoor. Papa. Wat kunnen we nog meer doen? Wat kan, zou ik eigenlijk met die steen doen? Want ik heb die steenbol, maar wat kan ik er eventueel van maken? Want mijn huisje wordt van. Nee, ik bedoel. Even maken hoor. Ja. Yeah. Ik kan er wel van staan gaan nadenken waar ik van uit ben gekomen. Ik denk dat er een uitbreiding aan. Ja. Ik kan even aan de zijkant doen. Maar ik denk dat ik aan de achterkant ga. Wow. Wow. Wat is die groot? Eerst was het echt zo'n kamer binnen. Dat was gewoon een hele grote acaciaboom. Er zijn heel veel bladeren. Oké. Okay. Wat gaan we maar doen? Denken. Spitsen me zijn. Ja, wat gaan we doen? Ik dacht dat ik wat zag. Even nadenken hoor. Wat ze hierboven kan komen is een. Ja.
Nee. Ik kan ook even toch een beetje naar die kant arbeiden, dat ik daar een zijkant doe en dan eventueel aan die kant ook. Ja. Ik moet eigenlijk een beetje gaan kijken hoe de vorm wordt. Want hier zit al een trap. Je kunt dan zeggen dat ze hem eventueel hier dan weer de hoek om laten gaan. Dat ze dan nog een ding om gaan. Dat ze drie verdiepingen hebben. Dat kan ook. Jemig, daar gaan we echt heel veel zand voor nodig. Gewoon echt veel. Dus we krijgen van zondag aflevering. Ik even, ja, bekijken hoe ik mijn huis ga bouwen. Ga ik alvast een plantje uitzetten. Dit is voor de herhaling. Als iemand weet op welk level... Zo. Op welk level goud ligt. Laat het dan alsjeblieft achter in de reacties. En als iemand weet hoe ik mijn instellingen. Want ik heb een Windows 8 systeem. Dus al de knoppen zitten anders. Tenminste, als iemand weet hoe je dat kan aanpassen, laat het me alsjeblieft weten. En ja. Zoals altijd, wil je meenemen met een Survival Alone aflevering? Dat kan. Je kan het met Skype doen of je kan het zonder Skype doen. Dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Als je zonder Skype doet, dan doe je het via de chat gewoon. Of je doet het niet via de chat. Het ligt eraan wat je zelf wil. En ja, laat een reactie achter. Like en abonneer op mijn kanaal. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Tot dan!